om een golfballetje in die greense gooitje in te pad. Mensen gebruiken een patter om je te pad aan het einde van je golfsessie. Dus om die balletje in die gooitje te krijgen. Een pad mee te spelen. Ik weet het. Of het is of een golfstok of een pad-padstok. Een patter is wanneer je op die green is, wanneer je die bal pad naar die gat toe. Om op die green om net zo'n upstootje te geven. Oeps, is ek verkeer. Een tee. Oeh, jy sit die balletjie op die tee om hom vanaf te tee. Dit is waar jy vanaf tee. Om af te slaan. Een tee is die pennetjie waar die balletjie op slaan wanneer jy afslaan. Daai enetjie vir jou balletjie om af te slaan. Dit is jou grootste stok as ek reg is en jy gebruik het om soos lang afstanden te slaan. Om die bal ver te kan slaan naar die green toe. Dit is om af te slaan. Gebruik je driver om af te slaan? Een driver is voor wanneer je afslaan is om te ver te slaan met distance te krijgen. Om amper seker te moer om af te slaan. Om uit die sand uit te komen. In die bankers. Jy gebruik het om je bal uit die sand uit te slaan. Ek het. Absoluut geen idee nie. Sandwiches is wanneer je bal in die sand is of in een tuin om het uit te slaan. Om uit die sandbedding uit te krijgen. Waarvoor gebruik mense sandwich? Wat is dit?